Ja, dat zijn de mensen op de bestandenafdeling. Loop ik tegen de muur aan. Met z'n allen. Het is tijd voor een feestje vandaag. We hebben namelijk het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt. Ja, maar waarom vier je dat eigenlijk? En wat is eigenlijk het hoogste punt? Wat is nou eigenlijk de hoogste machine? Laten we eens beginnen met die vraag. Mensen die daar heel veel verstand van hebben, zijn de mensen van de bestandenafdeling. Die zitten namelijk hierboven. Wat doe je eigenlijk hier? Een bestandscontrole. Ik zorg dat de bestanden van de klant via een bestandscontrole naar de machines komen. Mag ik je even onderbreken? Want ik heb een enorm belangrijke vraag. Wat denk jij dat de hoogste machine is? De hoogste machine? Ik gok de Komori. Ik help hem helemaal niet. Weddenschapje met een collega van je? Hey Hannes, lekker bezig. Lekker bezig. Goed bezig. Weddenschapje loopt, hè? Kom maar op. Met de vraag, wat is de hoogste machine? Dan ga ik voor de Indigo, 10.000. Ja, weet je het zeker? Je kan een dag lang gratis koffie halen door mij winnen. Ga maar alvast brengen. Indigo 10.000 dus. Nou, we gaan beide nameten. Naam! Yes, thanks. Een hele mooie 2,40 meter voor de Indigo 10.000. De weddenschap was echter tussen dit apparaat en de Komori, dus daar loop ik nu even heen. Ja. Oké, laat maar. Hij is hoger dan 3 meter, want deze maatlint gaat maar tot 3 meter. Maakt ook niet uit. We hebben het hoogste punt bereikt. En dat betekent voor alle collega's, pizza's! Goed, we zijn op het hoogste punt. We hebben dat gevierd met de hoogste machines te meten. We weten hoeveel pizza's collega's kunnen eten tegenwoordig. Dat is ook een heleboel. Dus tijd voor het officiële moment. Confetti? Ja. Dacht ik wel, maar nog eventjes compliment maken natuurlijk voor wat je hier allemaal hebt neergezet met je mensen. 150 mensen, zij doen het nooit alleen natuurlijk. En bedankt voor de veiligheidsschoenen die ik heb en de helm. Kleed mooi af. Vlag en confetti. Pannenbier hebben we niet, want in mijn contract stond... Champagne, ja. Precies, ja. Voor minder doet hij het niet hoor. Voor minder doe ik het niet. Daar gaan we dan, hè. Ja. Open. Nou, ik zeg makkelijk verdiend. En de rest van de dag blijven zo staan, geloof ik, hè? Ja, dat is het enige puntje nog inderdaad. Dus, ja, succes. Er stond iets nog met een vlag. Dat is dit. Dat is dit. Zit je nog goed? Gaat-ie? Ja, dorst, hè? 5 minuten en volhouden nog. Volgende keer gewoon weer Bobby Ieder vragen. Wat hij allemaal kan met de vlaggenstok. Hé, hey, bedankt, Danny. Ja, graag gedaan, jongen. Je kan altijd bellen voor de dingen. Maar ik moet wel veiligheidsschoenen aan, hè, voortaan. Ja, belangrijk, inderdaad. Ja. Schijnt dat jij het Songfestival gaat presenteren? Ja, dat hebben ze gevraagd, inderdaad. Omdat mijn Engels vloeibaar is. Ja, daarom. Ik spreek vloeibaar Engels. Komt de moppetrommel dan ook terug? In Zweeds. Ja.